Vandaag gaan we een beweegactiviteit doen met de dobbelsteen. Jullie kunnen nu gezellig met ons meedoen en dan kunnen jullie daarna ook nog een keer thuis oefenen. Als we gaan gooien met de dobbelsteen en als we op nummer 1 gooien, dan gaan we springen. Zo, in de lucht. Op nummer 2 gaan we klappen. In je handen. Op nummer 3 gaan we hinkelen. Dat doen we op 1 been. En dan springen we op 1 been in de lucht. Op nummer 4 gaan we zwaaien. Dag allemaal. Op nummer 5 gaan we stampen als een olifant op de grond. En op nummer 6 gaan we huppelen. Huppelen kan op je plaats. Zo. Of je kan een rondje huppelen. Als een paardje. Dat mogen jullie zelf weten. We gaan beginnen. Puk, wil jij beginnen met het dobbelsteen? 1, 2. Puk gooit nummer 6. Nummer 6. En nummer 6 was huppelen. Nou, ga maar huppelen. Goed gedaan, jongens. Nu ga ik rollen met de dobbelsteen. En het is geworden nummer 2. En nummer 2 was klappen. En Puk doet ook mee. Goed zo, Puk. In je handen. Nummer 3 gaat Puk weer gooien. Puk gooit nummer 5. En nummer 5 was stampen als een olifant. Mag ik weer de dobbelsteen? Ja, natuurlijk, mijn lief. En ik gooi nummer 1. En nummer 1 was springen in de lucht. Heel goed. Nou, Puk, mag jij nog een keer? 1, 2. Puk gooit weer nummer 1. Weer nummer 1. Gaan we nog een keer springen. Heel goed gedaan, jongens. Ga ik nog een keer gooien voor de allerlaatste keer. En het is nummer 3. En nummer 3 was hinkelen op 1 been. En dan gaan we hinkelen. Jullie hebben het goed gedaan. En jullie kunnen zo lang doorgaan zoals jullie willen. Tot de volgende keer. Doeg!